Ja, je ziet het heel duidelijk. De waterplas, die wordt een stuk lager. Dus ik heb het vermoeden dat ze hem aan het uitpompen zijn. Maar nu. 3, 2, 1. Dit is een hand. Ja, je ziet al hoe mega groot die is. We hebben een mega zwanenveer gevonden. Oh. Heel erg gaaf. Hij is ook echt stevig en hij ligt in het water. Heel erg gaaf. Wow. Ik liep hier zo net langs en ik heb van die muntplantjes gevonden. Ik weet niet of dit het... Nee, dat is het niet. Die ruiken naar munt, zeg maar. Die staan meestal bij het water. Maar achteraan stonden er ook een heleboel. Ik zal voor jullie eens opmeten hoe lang die waterplas is, deze, van het begin daar aan de voet van die hoogspanningsmast tot hier aan het einde bij die brug daar. Daar dus, tot aan die brug. Ik ga niet de hele waterplas opmeten, want dan kom ik tot de andere kant uit helemaal. Maar ik zal wel even onder deze video zetten precies hoe lang die is, zeg maar. En ook hoeveel kilometer het is als je hier helemaal rondom heen gaat lopen. Kan ik dat in kaart brengen? Even kijken of dat daar loopt. Dan pak ik dat stuk er ook nog bij. Even kijken, dan moeten we nu onderhand die hoogspanningsmast krijgen. Ja. Ah, dat zal wel een aantal kilometertjes zijn. Kijk even onder de video, dan zien jullie die informatie. Je ziet het als we hier omhoog lopen. Dan zie je daar windturbines. Heel gaaf. En je ziet het. Ook hier hebben ze weer een heel nieuw fietspad doorheen gebomd. Dat hebben ze trouwens al mooi gedaan. En ik weet niet of jullie het op beeld zagen. Nee, net niet. De eerste stofwolken beginnen al van het land op te komen. Ik weet niet of dat nog een keer gaat gebeuren. Nee, toevallig nu niet. Daar hadden ze al voor gewaarschuwd. Dus dat is wel mooi. Nou, je ziet het, de chillbankjes die zijn ook al klaar. Daar heb je nummer 1. En daar moet je ergens nummer 2 hebben. Je ziet het, ook hier staan wilde ganzen. Graaf. Ja, we kunnen er wel heen lopen, maar die vliegen toch weg. Het is wel een heel eind tot daar. Wow, gaaf jong. Ik zit me alleen eventjes af te vragen wat ze nu met dit veld gaan doen. Hier zal ook wel iets komen. En vooral wat ze hiermee gaan doen, want dit is pas aangepakt geworden. Misschien wat ze hier van de crossbaan gaan maken, geen idee. Zo ziet het eruit. Het is wel enorm groot. Daar heb je de Cinemac. Dat is ook een nieuwe eetgelegenheid. En daar zitten allemaal zeemeeuwen. En daar heb je het grote water met de flat. En dan heb je daar het ketelhuis, dacht ik. En eventjes kijken. Van de Valk Hotel. En dan moet je ook nog ergens een Landmark Tower hebben staan. Ja, dat is de Landmark Tower. Daar is die. En daar in de buurt heb je een chillveld, die je dus nu niet kan zien op de video helaas. Met een soort van loopvlonder. Waar we ook wel eens overheen gaan lopen. En al hebben gedaan, meerdere malen al. Dat is trouwens de fabriek van Nijmegen. Die wordt heel langzamerhand ontmanteld. Er werd vroeger altijd de kolen gestookt en dat gebeurt nou niet meer. Dus ik hoop dat ze die pijp laten staan. Maar je weet maar nooit, dit zijn dus unieke beelden van de fabriek. Mijn kanaal, jawel.
Greenpeace is een keer op dak geweest en ze zeiden het was super, super hoog. En ik kan ze alleen maar gelijk geven dat het hoog is. Dat is een mega hoog gebouw, joh. Wow. Even kijken. Ik zie al wat wegvluchten van beesten. Zal ik eens even kijken wat dat nou is? Ah, die dingen. Dan zit je toch op zo'n gigantisch grote afstand en ze hebben je al gewoon in de gaten. Ondanks de camouflage. Ja, dat zijn de echte wilde beesten. Ja. De eerste gaat al alarm slaan. Wacht even. Misschien dat ik dat moment kan filmen dat ze opvliegen. Let op. Zie, al die koppen kijken deze kant op. Oh. En het is zo ver, je kan er niet bij. Maar, let op, hè, dan gaan ze als het goed is allemaal wegvliegen. Dan moet je wel nagaan hoe schuw die beesten zijn. Die moeten misschien, weet ik veel waar die vandaan komen, maar waarschijnlijk heel ver. Kijk, nu gaan ze lopen. Ondanks die gigantisch grote afstand kun je heel duidelijk zien dat dit dus de echte wilde zijn. Als je gewoon de één gaat vliegen, gaan ze meestal allemaal vliegen. Kijk. Ik ben aangekomen bij het bankje. Ze hebben ook al vuur erop gemaakt. Oh, dat is een stuk minder. Kijk, daar staan ze. Er zijn heel veel bij elkaar. Dit was vorige week volgens mij nog niet. Ah, dat is pas gebeurd. Dat is eigenlijk wel jammer. Ze hebben hier een spuitbus opgeblazen blijkbaar. Oh. Dan hoop ik dat ik mijn camera stil kan houden. Het valt mee. Ik had gedacht dat ze nu op dit moment al lang weggevlogen waren. En je ziet het heel duidelijk. Ja, de eerste begint. Ja, dan gaan ze allemaal. Die zijn geland en die vliegen door en het kan zijn dat ze daar bij het water gaan landen, op de waterplas misschien. Ja, en dat gaan ze ook nog doen ook. De afkoeling. Wow. Nou, ik schat dat dit zo'n, dat is moeilijk te zeggen, maar dit is zeker een 10, 20, 30, 40... Nou, het is zeker de lengte van een kerk ongeveer. Daar zit er trouwens nog eentje. En die zou wel wat markeren, die zou wel mank zijn of zo, want die gaat het rustig aan, die gaat daar helemaal lopers naartoe blijkbaar. Maar wacht, ze gaan rennen.